Vorige week had ik het erover hoe belangrijk een bloemweide is voor bijen en vlinders in de tuin. En insecten in het algemeen. En nu wil ik het graag hebben over, je hoort hem al, de kikker. Water in de tuin. Water in de tuin is essentieel. Water is leven. Als je water in de tuin hebt, dan heb je leven in de tuin. Vogels, insecten, libelles, waterjuffers, noem het maar op. En dan heb ik het nog niet eens over wat er in het water leeft. Kikkers, padden, salamanders, eventueel visjes. Superbelangrijk. Een natuurtuin zonder water is bijna geen natuurtuin. Het is een laat voorjaar. Dat heeft voor de vijver extra lang geduurd. Want als er iets is wat lang duurt om op te warmen, is het wel het water. Dat begint nu langzaam zover te zijn dat al het leven weer losbarst. En we hebben veel draadalgen. En draadalgen zijn funest voor een vijver. Met name voor de zuurstofplanten in de vijver moeten we zorgen dat we die draadalg zoveel mogelijk bestrijden. Dat kan door het met een schepnetje eruit te halen, maar dat kan ook met Bokashi vijverballen. Wat Bokashi is, leg ik een volgende keer uit. Bokashi vijverballen, ongeveer een bal per kuub, 1000 liter water, zorgt ervoor dat het biologische evenwicht in de tuin, vijver, weer snel op peil is. En dus kunnen we daarmee aan de slag.